Er moet 100 miljoen Surinaamse dollar aan ressources worden ingelopen om middelen aan te kunnen schaffen voor criminaliteitsbestrijding, zei minister Kenneth Amoxie van Justitie en Politie eerder deze week, voor aanvang van de Raad van Ministers. De minister merkt op dat er moeite moet worden gemaakt om middelen aan te schaffen voor de politie om hun werk beter te doen. Ze zijn nog niet betaald. Ik ben nu bezig om wat voertuigen aan te schaffen voor de politie. Maar dat is dan uit middelen van het ministerie. Die ik dus zal aanwedden om zeker misschien 11, 12 voertuigen zo voor de politie aan te schaffen. Zodat hun acties gecontinueerd kunnen worden. De minister geeft verder aan dat het vraagstuk van manschappentekort nu geen probleem meer is. De afgelopen 3 jaren is genoeg politiepersoneel opgeleid. Amoxie benadrukt dat het nu draait om hoe manschappen worden ingezet.